Het is vandaag maandag, er is een nieuwe week aangebroken en zoals ik wel vaker doe, begin ik hem lekker thuis met een ontbijtje. Vanmiddag moet ik ook echt naar kantoor en dan heb ik om 2 uur een meeting met ook de andere startups waarin we onze financiën bespreken en elkaar tips geven. Ik ben vorige week heel hard bezig geweest met Excel. En daarin heb ik uitgerekend wat mijn burn is. Elke eerste maandag van de maand bespreek ik met de investeerders hoe de zaken ervoor staan. We praten aan de hand van dit voorbeeldsheet. Als eerste kijken we naar liquiditeit. Hoe lang heeft het bedrijf nog te leven? Je burn of burn rate is het geld wat je maandelijks uitgeeft. Stel dit is 10.000 euro. Dan laat je runway zien hoe lang je het nog volhoudt. Als je 1 ton in je spaarpot hebt zitten, kan je dus nog 10 maanden door op basis van een 10.000 euro burn. Bij profitability kijken we naar winstgevendheid. Sales laat zien hoeveel geld je hebt binnengekregen. Stel je verkocht 5.000 euro aan tandenborstels. Gross profit haalt de inkoopkosten van dit bedrag af. De tandenborstels kosten jou zelf 1.000 euro om in te kopen, dus je houdt 4.000 euro over. Je EBIT trekt daar nog de marketing en salariskosten van af. Stel die zijn allebei 1.000 euro en 2.000 euro in totaal, dan hou je dus 2.000 euro over. Investeerders sturen graag op KPI's, Key Performance Indicators. Dit zijn belangrijke pijlers. Bij mij is traffic belangrijk. Hoeveel bezoekers kwamen er naar mijn website? En hoeveel daarvan kochten daadwerkelijk iets? De Customer Acquisition Cost geven weer hoeveel geld het kost om 1 klant te werven. De Customer Lifetime Value voorspelt hoeveel je aan 1 klant verdient gedurende zijn hele leven. In dit voorbeeld koopt de klant 4 keer een tandenborstel en gaat daarna naar een concurrent of stopt met tandenborstels kopen. Als een klant 4 keer zoveel geld oplevert dan dat het kost om hem aan te trekken, is je business vaak best interessant voor investeerders. Dit soort meetings zijn belangrijk en houden me scherp. Maar ik ben ook blij wanneer ik gewoon weer kan knallen in plaats van vergaderen. Het is 8 uur en ik had vandaag nog de illusie dat ik mijn kickbox training om 7 uur nog wel zou halen. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn, want ik ben dus echt pas net klaar met werken. En daar baal ik van, want dat betekent dat ik moet gaan hardlopen. Want ik heb met mezelf afgesproken, als ik niet naar een kickbox training ga, ga ik minimaal 1.5 uur hardlopen. En hardlopen, dat haat ik. Ik haat rennen zo erg dat ik liever 0.5 kilo Madame Jeannette rauw zou eten door mijn neus dan dat ik 1.5 marathon zou rennen. Ik zou nog liever een tepel piercing zetten. Liever nog mijn hele lichaam waksen dan dat ik 1 kwartier ren. Het is 10 uur. Ik wilde even op het balkon gaan staan om te weten hoe koud het is. Het is pokkenkoud. Maar ik ga rennen. Bam! Ik zie jullie morgen. Ha! Ken je van die momenten dat je nieuws hebt gehad en dat je er even een nachtje over moet slapen voordat je er echt op gaat reageren? Misschien wel 2 nachtjes. Nou, zo'n momentje heb ik nu. En dat zit niet echt in mij. Ik ben meer iemand die super spontaan en heel gepassioneerd op iets reageert. Dus dit is even moeilijk, maar ook dat kun je leren. En dat is dan ook het einde van deze dag. Het is mooi geweest vandaag. Ik sta hier nu bij de Waag en hier werden vroeger heksen berecht. Ik kan me namelijk geen betere plek bedenken dan dat ik hier uitleg hoe Fashionista zijn geld verdient. Even zonder dolle, ik krijg heel vaak de vraag over hoe ik nou mijn geld verdien met Fashionista. Maar die kan ik niet zo snel beantwoorden. Dat is namelijk best wel ingewikkeld. Fashionista is een multi-sided platform. Dat betekent dat ik 2 klantgroepen heb en die zijn alle 2 even belangrijk. Aan de ene kant heb ik de consumenten, dus de vrouwen die op zoek zijn naar inspiratie op het gebied van mode. Aan de andere kant heb ik bedrijven. Een platform als Fashionista kan alleen geld verdienen als er heel veel traffic langskomt. En dat betekent dus dat er heel veel mensen naar die website toe moeten komen. Ik verdien namelijk mijn geld aan affiliate, advertisement en campagnes. Affiliate is niks meer dan dat als gebruikers een jurkje kopen via mijn platform, dat ik een klein beetje van dat aankoopbedrag krijg. Bedrijven zijn dus de enige aan wie ik mijn geld verdien, maar ik heb bezoekers nodig om die bedrijven geld te laten betalen. Zo simpel is het. Ik hoop dat dit een beetje meer uitlegt over hoe ik geld verdien en hoe het businessmodel van de multi-sided platform in elkaar zit.
Dit was alweer het einde van de vlog. Ik hoop dat je het leuk vond om een kijkje te krijgen achter de financiële schermen van een start-up. En een sneak peek in de investeerderswereld met mij hebt genomen. De vlog is deze week extra kort, omdat ik ook bezig was met een ander filmpje. Die komt morgen online. En dan heb ik jullie hulp nodig. Dus die moeten jullie zeker kijken. En ik hoop ook dat jullie hem willen delen. Ik ben nu bijna 3 maanden aan het vloggen. En ik hoor heel erg graag wat jullie leuk vinden, wat jullie minder leuk vinden. Waar ik meer over moet vloggen, minder over moet vloggen. Zodat ik daar ook een beetje rekening mee kan houden. Want ik ben op dit moment eigenlijk een beetje zoekende. Want het was altijd een beetje een combinatie tussen werk en privé. En soms wat meer werk en soms wat meer privé. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit was het dus voor deze week. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond, je te abonneren. En ik hoor heel erg graag van jullie. Doeg! Het is de hoogste tijd dat Pepper in bad gaat.